Het standbeeld van de voormalig president Martinus Teunis Stijn in het Rijsterborgenpark is opnieuw beklad. 2 weken geleden werd het beeld ook al beklad met dezelfde tekst. Stijn was de laatste president van het toenmalige Oranje Vrijstaat, een land in zuidelijk Afrika dat was gesticht door Nederlandse boeren. Hij regeerde van 1896 tot 1902. Critici stellen dat Stijn racistisch was en net als andere blanke boeren vond dat zwarten geen enkel recht hadden. De politie heeft nog niemand aangehouden voor de vernielingen. Het beeld wordt weer opnieuw schoongemaakt.